Zonder enige twijfel zit er intentionaliteit in de zaak en wordt de massavorming, kan zeker tot op bepaalde hoogte, artificieel gecreëerd worden. Maar voor de meeste mensen, daar ben ik wel van overtuigd, worden meegesleurd in een systeem, ook de meeste experten. Hoor. Want het eerste, van zodra je een expert persoonlijk kent, kan je maar één iets zeggen. Of word je geconfronteerd met een verbluffende onwetendheid. Ik heb met 2 of 3 weken geleden nog met 2 experten gesproken, die vaak de media halen, omtrent hun voorkeur voor het verplichten van vaccinatie. Je zal het nauwelijks geloven, maar ik kan je met het hand op het hart zeggen dat het waar is. Die mensen wisten zelfs niet dat er een website bestond van de Europese Unie waar nevenwerkingen van de vaccins gerapporteerd werden en dat er daar op dat moment al 36.000 doden gerapporteerd waren, bijna 3 miljoen zware bijwerkingen en dat de website eerlijk genoeg is, en dat moeten we toegeven, er bestaan tot op de dag van vandaag nog altijd op een bepaald niveau min of meer betrouwbare statistieken. Dat zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk veranderen, want er is een kenmerk van totalitarisme, hoe verder het voorschrijdt, hoe meer het de cijfers zelf vervormt en hoe absurder ze worden. Maar, dus waarvan die website trouwens eerlijk genoeg was, om dus toe te geven dat slechts 1-6% van de nevenwerkingen en de doden gerapporteerd worden. Dus maak de rekensom maar zelf aan hoeveel doden je dan uitkomt. Ontstellend. Hè? Een ontstellend aantal doden wereldwijd, ontstellend aantal zware bijwerkingen. Dus die mensen pleiten voor verplichte vaccinatie en wisten niet van het bestaan, en ik zijn expert, hè? Wisten niet van het bestaan van de website af. Toen ik hem opende, voorgenomen die website, de ene persoon zijn reactie was onwaarschijnlijk, keek hij ernaar en zei, maar is dat echt waar? Zei? Ik zei natuurlijk... Onze experten. Ik zei, natuurlijk is het echt waar. En hij zei toen, en dat is ook veelzeggend, ja, maar zei, maar als ik dat ga vertellen, iedereen gaat tegen mij zijn. En het is de expertenpanel. Hè. En daarna, we hadden een tweede gesprek gepland, want terwijl hij, ik had hem de ogen wat open gehouden, en ik had gezegd, van, zou het geen goed idee zijn om nog eens te spreken? En hij zei, ja, want het is ook wel goed voor mij, zei hij. We hadden een nieuwe afspraak vast. Kwam je op therapie of zo? Of? Ik durf het zo niet noemen. Je moet tactisch zijn in zo'n dingen. Maar we hadden een tweede afspraak gepland. En een uur ervoor zei hij dat het niet lukte. En dat hij zou meren om een nieuwe afspraak te maken. Hij heeft nooit gemaild. En zijn discours ging verder, zoals het daarvoor was, daarna, in de media. En dat toont ons iets fenomenaals. Je kan, als je met veel inspanning en energie even de ogen open houdt, ziet men even. Maar van zodra je de hand wegneemt, vallen de ogen terug toe. Bij de meeste mensen, niet bij iedereen. Dat geldt voor, wellicht voor een kleine 30% van de bevolking.